Maar zeker is dat het al jaren gedaan wordt. Ja, dat is ook helemaal geen geheim. Hè. 2008 bijvoorbeeld China, daarvan weten we dat ze dit soort technieken hebben gebruikt om het een beetje lekker weer te laten zijn. Complottheorieën, iets wat steeds meer mensen lijkt bezig te houden. Maar wat klopt er van deze theorieën en wat is fake news? De vliegtuigen zijn geladen met chemicaliën die de vorming van regendruppels bevorderen. In deze aflevering bespreken we het complot over chemtrails. Ja, Joris, wat zijn chemtrails nou eigenlijk precies? Nou, wat men denkt dat zijn vliegtuigen die allerlei chemicaliën uitstrooien over de aarde en daarmee de atmosfeer zouden beïnvloeden. Maar dat gebeurt gewoon helemaal niet. Helemaal niet? Nee, er zijn een paar gevallen waarbij je iets kan doen waar dat ook gebeurt. Bijvoorbeeld als je wat regen wil maken, dan kun je wat chemicaliën over de wolken uitstorten in de hoop dat dan regen gaat opleveren. Dat is een paar maal gebeurd. Bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen in Beijing wilde men mooi weer hebben. Hebben ze de wolken eerst leeg laten regenen. Tientallen regeringsleiders uit de hele wereld, onder wie president Bush, president Poetin toegezegd om aanwezig te zullen zijn. Eén ding kan een hoed in het eten gooien. Het weer. Maar ook dat wordt aangepakt. Er worden vliegtuigen ingezet om te verhinderen dat het tijdens de parades en andere ceremonies gaat regenen. De vliegtuigen zijn geladen met chemicaliën die de vorming van regendruppels bevorderen. En dat goedje wordt op de regenwolken gestrooid voor die wolken Moskou bereiken. Zodat het buiten de hoofdstad gaat regenen en in Moskou zelf de zon schijnt. The truth is that these chemicals are primarily feeding our earth and our bodies. And they are about some of the plans they have for what I have discovered over the years is transhumanism. That's what they're feeding. They want a different species of human being. They have destroyed our immune system with what they are dropping on. Our health has never been worse in the world. Ik zal het woord chemtrails nooit gebruiken, behalve nu voor jullie docu. Maar ik zal al zeggen contrails. Het is gewoon waterdamp van vliegtuigen. Maar het verhaal is zo wijd verspreid dat je op elke tweet en elk ding, het steekt steeds weer de kop op. Het is bijna niet uit te roeien, zeg maar. Chemtrails bestaan niet. Laat dat even heel duidelijk zijn. Ze bestaan niet. Het is een hoax. Het is een verhaal. Het is ontstaan eind jaren 90. Er zijn wat mensen op de radio die hebben het geroepen. Er is namelijk ooit een keer van de US Air Force, Amerikaanse luchtmacht, die hadden een soort rapport. En dat ging over het manipuleren van het weer. En daar hebben allerlei mensen allerlei dingen uitgehaald alsof het al zou gebeuren. Het was eigenlijk gewoon een soort van proefballon. Wat zou er in de toekomst ooit kunnen met het veranderen van het weer? Want we hebben natuurlijk geen zin in grote stormen en we willen natuurlijk dat mooie wolken. En dat hebben mensen eigenlijk opgepikt en hebben er beschuldigingen in geuit van de Amerikaanse overheid. En nu is het wat breder natuurlijk, maar de overheid is dat aan het doen, die is dingen aan het sprayen, aan het spuiten, dat zit die condensstreep, want het is gewoon water van vliegtuigen. Kijk even naar buiten. Kijk vooral even naar de lucht. Kijk een keertje naar boven. Kijk eventjes goed. Kijk even goed mee. Want ik heb het gedaan voor jullie als je zelf niet naar boven kijkt. En kijk zo meteen eventjes naar de weersvoorspelling voor de komende week. Regen. Hoe zou dat toch komen? Wat denken jullie dat het is? Ik weet wat het is. Maar open je ogen een keer. Wat zijn de chemtrails dan wel, als het geen chemtrails zijn? Zijn het contrails? Ja, wat we zien, dat zijn contrails. Condensatiesporen zou je kunnen zeggen. Wat eigenlijk gebeurt in zo'n motor, zoals we hier achter ons zien, daar wordt kerosine verbrand. En als je kerosine verbrandt, komen er eigenlijk twee hoofdproducten uit de uitlaat. Dat is CO2, koolstofdioxide, en water. En omdat die motor heet is dat waterdamp. En die waterdamp die bevriest eigenlijk op allerlei kleine stofdeeltjes die in de lucht zitten. En dat worden dan ijskristallen. En dat is die witte streep die achter een vliegtuig zit. Dus dat is een condensation trail. Kan ik dat een beetje vergelijken met dat als je buiten staat in de kou, dat je die adem zo ziet? Ja, je kan die adem zien. Dat is ook waterdamp die condenseert. En omdat het hierboven zo koud is, dan bevriest het zelfs. Dus eigenlijk gaat het meteen van gasvormig naar vaste stof over. En hoe kan het dan dat je soms zo'n trail ziet, wat dan even onderbreekt, een gat dus, en dan weer doorgaat? Hoe verklaar je dat? Het heeft te maken met hoe koud het is. Het moet voldoende koud zijn om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Jij denkt dus dat die strepen in de lucht volstrekt normaal zijn? Ja, zeker. Dat zeg ik niet als enige. Dat zeggen ook gerenommeerde wetenschappers. Dat zeggen alle instituten. Het is al heel vaak gedebunked. Maar het is, zoals ik al zei, het is heel hard. Het is heel hardnekkig. Het is bijna niet eruit te halen uit de mindset van sommige mensen. Het zit er zo
ingeroest eigenlijk. Als we ooit zeg maar, het weer zouden kunnen veranderen, dan zullen mensen altijd zeggen, ja, maar het zijn chemtrails en de overheid wil alles gaan beïnvloeden en die is ons ook aan het beïnvloeden en die stopt er allemaal gekke dingen in. En het is een denkbeeld dat echt wel heel wijd verspreid is over de wereld en ik weet niet of we er ooit nog van afkomen. By the way, the government's explanation and also some explanations of the pilots is that chemtrails are actually contrails. What do you think of this? It's a lie. But regarding the pilots, many pilots don't believe me. And that's because of their conditioning. They're very conditioned. I would almost say they're programmed. And besides, those control factors over that chemical brew that somebody, Big Pharma or the U.S. Army or NATO has decided needs to come down over a certain area of the world, and this pilot's jet is going to do that, the pilot is bypassed. And the controls are from the ground in those corporations or the military or the intelligence agencies. Whoever is in charge of that particular operation will control what comes down. One of the goals is also weather control. Some countries are also admitting doing this. Well, all the weather is controlled. I can tell you that with total 100% confidence. And why would they do that? Well, I remember the military, if you go back to World War I even, controlling the weather was a major military wet dream. If they could control the weather, they could control the war. Geoengineering, kan dat ook mogelijk gebruikt worden als militair wapen? Nou, als je zegt van ik wil een bepaald land water onthouden, zodat het land uitdroogt, zodat ze minder welvaart hebben, ja, dat zou kunnen. Dat je zegt, ik laat in mijn land die wolken leeg regenen en dan hebben jullie lekker niks. Dat zou technisch mogelijk moeten zijn. Maar er zitten wel een heleboel mitsen en maren aan voor je zoiets voor elkaar zou krijgen. Dus niet echt praktisch. Nee, maar sommige landen zijn natuurlijk heel rijk. Is dat iets wat je als potentieel gevaarlijk ziet? Nou, dan moet je nog steeds het luchtruim binnen van die andere landen om dingen voor elkaar te krijgen. En dat wordt dan tegengehouden. Dus ik zie het niet echt als realistisch. Some people might think, well, how do you know for a fact that this is true? Did you take some samples of the chemtrails? How did you find out? Many people have taken samples. Many people have a part of the story here and a part of the story there. We're all operating under duress, because some of us have been killed who are looking into this. How do I know that? Well, you know, I have a master's in historiography. I know how to do research. And I can honestly tell you that this is probably the most important national security topic that there is, because we breathe all this air. We breathe it. All you have to find out is that you're breathing aluminum, barium, strontium, chromium, lithium. You're breathing a host of chemicals. Why would the government do this and use various types of chemtrails? To enable what? To enable the secret space program, first of all, but to experiment on us. We're wonderful lab rats. And because with the electromagnetic, the wireless electromagnetic takeover of our atmosphere, they can follow anyone, anywhere, any group, any ethnic group, any national group, anything, in order to find out what the impact or effects are of the chemicals that they have just released over your city area or your region. We spraken ook met een dame die meerdere boeken heeft geschreven en zij zegt dat het ook wordt gedaan, die chemtrails, om het menselijk ras te verbeteren, zodat we op een gegeven moment naar de ruimte kunnen. Zou het überhaupt kunnen? Zou je met een vliegtuig over een land heen kunnen vliegen en mensen ziek maken? Nou, dan moet je eens gaan kijken hoe hoog vliegt zo'n vliegtuig. Stel je dat het gewoon op de normale 10 kilometer vliegt en je zou iets uit gaan strooien. Voordat dat ergens bij de mens op de grond terechtkomt, zou dat al zo verdund zijn dat het waarschijnlijk geen enkel effect meer heeft. Afgezien van het feit dat we de vliegtuigen er niet voor hebben
En als je ze al zou moeten ontwikkelen, dat het ongelooflijk veel geld kost. En dat je nog steeds toestemming moet hebben om door iemands luchtruim heen te vliegen. Dus praktisch denk ik totaal onhaalbaar. Mensen denken dat overheden en inderdaad de grote bedrijven en dat er een soort elite op de achtergrond dingen aan het regelen is. En dan dus ook met vliegtuigen vermengd chemicaliën over de mensen uitstort. En ik denk dat dat echt volstrekte onzin is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het is echt onzin. Geloof het niet, doe het niet, lees het niet, skip de tweets. Het is echt een soort gevaar ook, want mensen denken ook echt dat het zo is. En er zijn mensen er echt van overtuigd. Het is geen grapje meer, het is een hoax. En nu is het voor sommige mensen een soort van levensovertuiging. En dat vind ik toch wel heel verontrustend. De groep mensen die in chemtrails geloven en dus dat de overheid of de elite daar slechte dingen mee doet, die is enorm groot. Dat zijn miljoenen mensen. Er zijn duizenden Facebookgroepen, Telegramgroepen, WhatsAppgroepen. Zijn die mensen dan allemaal gek? Nee, ik wil niet zeggen dat ze gek zijn, maar dit verhaal dat klopt gewoon niet. En dan was het alleen maar... Als je gewoon gaat uitrekenen wat dat allemaal zou gaan kosten, als je dat allemaal zou willen doen, dat is onbetaalbaar. We hebben er niet eens de vliegtuigen voor die dat zouden kunnen. Dus dat is echt een grap, laten we het maar zo zeggen. Nou ja, het feit dat mensen in dit soort complottheorieën geloven, zoals dan die vermeende chemtrails, heeft ermee te maken dat het vertrouwen in de overheid bij sommige mensen erg laag is. Het is ook een beetje van deze tijd. En misschien is corona daar ook wel een oorzaak van. Daar zijn natuurlijk ook allemaal dingen bij gebeurd. En mensen hebben niet meer het idee dat vadertje staat of Uncle Sam het beste met ze voor heeft. Er zijn mensen die denken dat er ook kwade dingen gebeuren op de achtergrond. Dat overheden dingen willen die wij niet zouden willen. Check even die lucht. Check even die lucht. What the flick is dit? Some people are saying this is a conspiracy theory. Could it be a conspiracy theory? Of course I know you your answer, but... Well, it's not a theory, but I am positing a conspiracy. Yes, I am, because all of these so-called public-private partnerships between the military, big pharma, various corporations like defense corporations like Lockheed Martin and Raytheon, all of these guys are in bed together, and they're all scratching each other's backs and covering for each other. Yes. It is a conspiracy. Dus als er zo'n complot zou zijn, dan zouden daar ook veel te veel mensen bij betrokken zijn? Als je dat echt grootschalig zou moeten, als je al die strepen die je boven ziet, als dat allemaal chemtrails zouden zijn, dan moet je eens gaan uitrekenen hoeveel vliegtuigen, hoeveel mensen daarvoor nodig zouden zijn. Dat is totaal onbetaalbaar. We hebben die vliegtuigen niet eens, die zijn er niet eens voor ontworpen. Dus technisch gezien waanzin. Als jij één argument zou moeten geven wat al die mensen die in chemtrails geloven omver blaast, wat is dat dan? Wat is voor jou het meest overtuigende bewijs dat dit volstrekt gelul is? Ja, het hele idee is al gelul. Ik bedoel, het hele idee slaat nergens op. Er is iets gepakt uit een onderzoeksrapport en dat is gewoon opgeblazen. Je moet gewoon naar boven kijken. Je moet gewoon denken, hé, dat is gewoon waterdamp. Het is heel simpel waterdamp. Er is verder niks. Ik hoef geen argument te geven. Je moet ook gewoon kunnen nadenken. Je moet kunnen denken dat de wereld rond is en niet plat. Ben jij het ook zo zat? Diezelfde meuk en diezelfde BN'ers die maar niet van je beeldscherm af te krijgen zijn, abonneer je dan hier voor een ander geluid.